over welk boek ga je het hebben? Misschien een vos. Maar dit is toch, dit is zeker weten een vos. Ja, maar dit boek, is een vos. Het boek heeft misschien een vos. Een vos. Oké, okay, goed. Misschien een vos. Ja. Oké. Oké, okay, ja. Raar titel. Ja. Oké, zijn jullie er al? Oh, hoi. Oh, oké. Okay. Dat had ik niet verwacht. Maar, goed, nu jullie er toch zijn, welkom dan bij Lily Lees, bij deze volgende aflevering. Met Mayra. Hier ben ik weer. Over het boek Zeker weten een vos. Misschien een vos. Ik kan hem nooit zo goed doen. Nou, daar ben ik weer. En ik ga het vandaag hebben over Misschien een vos. Het boek is geschreven door Kathy Appelt en Alison McGee. Ik vond dit boek heel leuk. Want het ging over een, twee meisjes die in de ochtend wakker werden. En toen had het gesneeuwd, dus ze gingen naar buiten. En ze gingen allemaal sneeuwpoppetjes maken. En één meisje, dat was de snelste van de school. En die ging dus even een rondje rennen. Maar die kwam niet meer opdagen. En ze gingen dus overal kijken en zo. En toen zagen ze een spoor. Een remspoor. Bij een rivier. De Schuif. Dat was een hele grote rivier. En daar zagen ze dus een remspoor. En waarschijnlijk was ze daar dus ingegleden. En dat andere meisje was heel verdrietig en ging heel lang niet naar school. En ze bleven alsmaar doorzoeken naar dat meisje. Maar ze vonden haar steeds niet. En toen werd een vos geboren. En die vos, die had een band met het meisje dat in de rivier was gevallen, waarschijnlijk. En die vos ontdekte haar dus uiteindelijk in een grot. En die vos begreep het allemaal. En die vos probeerde het tegen dat meisje uit te leggen. En hun moeder was ook gestorven. En ze hadden dus een haarband van hun moeder. En die wisselden ze elke keer om. Dus de ene mocht toch die hem, de andere dag mocht die hem. En die haarband had het meisje dat in de rivier was gevallen, die had die haarband om. En toen had ze die haarband dus gevonden. Nou ja, die vos had hem gevonden en die had hem gegeven. En toen kreeg het meisje dus zeg maar allemaal aanwijzingen naar het meisje dat verdwenen was. En voor de rest ga ik het niet vertellen, want dat moet je zelf lezen. Maar het is echt een aanrader. Want ik vond het moeilijk om er doorheen te komen. Want het was wel leuk, maar het begon een beetje saai. En toen, het was steeds hetzelfde. Dus ik vond het een beetje moeilijk om er doorheen te komen. Maar toen heb ik uiteindelijk toch doorgelezen en toen vond ik hem superleuk. En ja. Kan je nog een paar andere redenen noemen waarom je het zou aanraden? Het was heel grappig, want het wisselde af. Want het ene keer kwam dus het verhaal van dat meisje dat nog leefde. Daar kwam het verhaal van. En het volgende hoofdstuk ging dan over de vos. Dus het wisselde steeds af van kant. En het was heel leuk, omdat je vond elke keer dingen terug. Dus er was elke keer iets spannends gebeurd of zo. Of er was iets op een mysterieuze wijze verdwenen. En later in het boek kwam je dan ergens achter. En dan wist je van, oh, dat is dus verdwenen. En toen ging het zo verder. Dus dat is wel heel grappig. En hoeveel sterren ga je het geven? Nou, ik vond hem echt heel leuk. In het begin nog niet echt, maar toen ik door het eerste stukje heen was, werd hij wel heel leuk. Dus ik denk 5 sterren. Ja. Nou, braaf Fossie. Fossie vindt het heel lief van je. Oh.
Het is niet te geloven. Ik ben zo opgetogen dat ik bijna in mijn vel barst. Maar ik moet dit allemaal opschrijven, zodat ik me later nog kan herinneren. Sorry Bruintje. Ik moet nu even gaan vloggen. Ik lees je later wel weer voor. Maar nu ga ik dus vloggen. Hallo, hier is Lily van Lily Lees. Met het boek De Geheime Archieven, De Vlucht van Bruce Covell. Dit boek gaat over iets wat je normaal niet echt in een normaal mensenboek zou lezen. Dit boek gaat over een griffioen. Een jonge griffioen wel te verstaan. Psst, trouwens, een griffioen is een wezen met het lichaam van een leeuw en het hoofd van een adelaar. Voor degenen die het niet weten. De code der griffioenen luidt. Een griffioen moet zijn moedig en trots in alle situaties. De bewaker van een grote schat en totaal verborgen voor de menselijke wereld. De jonge griffioen Gerard had als eerste uit zijn ei moeten komen. Maar dat pakte niet zo uit. In plaats daarvan kwam hij als laatste uit het ei. Dat was een grote schaamte voor zijn vader. Gerard is bijna bij zijn 10e krakdag. Je krakdag is je verjaardag. Maar op je 10e krakdag heb je een gigantische schat nodig. Op elke krakdag krijg je een cadeau van je familie, vrienden of van wie dan ook. Je moet een soort schat, cadeau, wat dan ook krijgen om aan je schat toe te voegen. Maar op je 10e krakdag moet je je eigen schat verzamelen. Gerard heeft geen idee hoe je eraan moet komen. Hij besluit iets heel roekeloos te doen en naar de menselijke wereld te gaan. Daar leeft een jongen genaamd Bradley in het dorpje daar. Hij krijgt de schrik van zijn leven als hij daar een griffioen in de schuur ziet liggen. Er gebeuren nog veel meer spannende avonturen. Of het Gerard zal lukken om zijn 10e krakdag schat te veroveren en zijn bestaan geheim te houden voor de rest van de menselijke bevolking, dat moet je zelf lezen. Ik zou het boek aanraden omdat het spannend is. Het staat vol grappige stukjes, zoals alsof het uit een boek of echt een dagboek komt. En omdat er mythische dieren in voorkomen, vind ik het heel leuk, want daar ben ik dol op. En het is heel lastig te voorspellen wat er nu weer gaat gebeuren. En daarom ga ik het 5 sterren geven. Tada! Ding, 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 ding. Ja, daarom vond Bruintje hem ook heel leuk. Dus daarom wou hij, dit is de 5e keer dat ik hem voorlees voor Bruintje, maar... Goed, nu moet ik weer door, want ik had het hem beloofd. Dus, doei! Waar waren we, Bruintje? Daar. Nee. Ja. Mijn hart fladdert als een geschrokken vogel. Zo raar is dat niet, want ik ben voor de helft een vogel. Maar dat vogelgedeelte is adelaar en het hoort niet bang te zijn voor een of ander mensje.